Deze nieuwsuitzending die gaat over mijn alcohol- en wietgebruik en dan nu 70 dagen droog. En het onderwerp is dan in gesprek met mijn dochter. Ze is gisteren langs geweest, namelijk. Dat was heel gezellig. En 70 dagen droog is, ik heb even zitten rekenen net, hè? Dat is een beetje aan de krappe kant als schatting. Ik zat net even te tellen. Denk jij, ja, ik kom toch aan minimaal elf weken. Zo ongeveer pak een beter. want dat is 77 dagen, lijkt mij. Misschien wel twaalf weken. Nou, dan zitten we al aan de 84 dagen. Maar het maakt niet uit. 70 dagen droog klinkt leuk als een titel, toch? En mijn dochter die vroeg aan mij: van, Ja, pop. Euh, heb je nou geen uh, last dat je weer opnieuw wil gaan beginnen? En toen zei ik van... Nou, uh, oh, het is niet zo dat iemand het mij verboden heeft. Uh, ik heb het uit vrije wil gedaan. Gewoon echt helemaal vanuit mezelf. Ik, werd, het was, ik weet nog, het was een zondag. En ja, mijn werkbank... Ik heb heel iets handigs gemaakt. Er zit over mijn Ikea bed. En <laughs> er staat mijn laptop op en mijn scanner en mijn printer. En, uh... <laughs> en dan uh, ja, die werkbank, dan helemaal onder de troepen. Dat uh, tabakskruimels en uh, as natuurlijk. En op mijn werkbank van die lege blikken gulpende gladiator de beroemde bende die er al twee jaar stond ja niet twee halen lang uh, steeds weer nieuwe blikken natuurlijk en ook nieuwe as en alles en, maar al twee jaar lang was het zo'n puinhoop op mijn werkblad en ik keek naar die rotzooi en ik dacht van vandaag is het de laatste dag geweest ja dat zei ik tegen mezelf en toen ik's morgens wakker werd toen was dat ook geen discussie meer tussen mezelf en de beslissing die ik zelf had genomen het was zo. Ja, zei ze, maar dan kan je toch nog hebben dat als je het dan besloten hebt en je doet het ook, dat je dan denkt van, ach, waar doe ik het voor? En toen uh, ja. zei ik, ja, ik heb wel momenten gehad. En dan zat ik zo smiddags en dan was ik me aan het vervelen en ik had ik geen zin om te programmeren en ik had geen zin om schoon te maken. En ik had al boodschappen gedaan, als dat hoeft er ook niet meer aan. En de planten hadden water, dus dat was ook klaar. En, nou, ja, dan, kortom, dan verveel je je. Verveel je je. En dan spookte het wel door mijn hoofd. Van Ja, ik kan nu naar de supermarkt lopen. En dan in de supermarkt en dan geef je een tientje uit aan tabak... Maar iets van zes euro geef je uit aan bier. En dan naar de koffieshop. En naar een tientje wiet. En dan alles lekker mee naar huis nemen. En dan kom ik mijn middag wel door. En dat, zoiets speelt dan even door je hoofd. En dan zie ik ook gelijk de consequenties daarvan. Want ik denk van ja. En dan binnen no-time ja. zit de asbak weer vol met al die rotzooi en heb je weer geknoeid over je toetsenbord. Er zit daar weer as op en ja, kortom en al die lege blikken. Want die ruimen ook zijn eigen niet op. Dan moet je die blikken weer weggooien. Nee man, dan denk ik nou, nee, je, dat speelt wel even door me heen, maar dan denk ik aan de consequenties en denk, nee, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Punt. Dus ja, dan doe ik het niet. Ja, er is één iemand de baas uh, in het lichaam van Perrie Winkel, hopelijk. En dat is Perrie Winkel, dacht ik. Toch? Nou, Perrie Winkel heeft tegen zijn lichaam gezegd, oh, dat is afgelopen. En dat vind ik wel wat. Ik was, uh, dat was eergisteravond. Ik was weer lekker aan het knutselen, rommelen met computers, zoals het hoort, want ik ben programmeur. En ik heb zo'n heel leuk klein mini-computertje, zo'n single-board-computer. En die deed het niet. Nou, ja, het was al negen uur 's avonds. En normaal gesproken had ik dan al behoorlijk aan het bier gezeten. En ja, dan wil ik helemaal niks meer doen. Maar omdat ik helemaal niet drink. Ik een zwart van negen of zo was het. Dus ik bel Martin op. Martin van de Clio. Maar die heeft ook verstand van die single board computers. Ik zeg: Kan ik dan even? Want ik zeg, hij doet het niet. La la, la. Ik zeg, Kan ik even langskomen? Dat jij even kijkt. Misschien zie ik iets over het hoofd. Weet ik veel. De twee weten meer dan één. Ah, ze Martin, is goed. Kom maar langs. Half uur lopen hoor, naar Martin. Nou, ik ben dan uh, onderweg naar Martin. En ik hoor zo'n stem achter mij. En ik herken die stem. En, en het is Joost. Ja, Joost, heel aardige jongen. Dat is zo'n drinkenbroer van mij. Daar heb ik mee gesopen, jongen. En blowen, en lachen. En ja, ah, man, altijd een Hij zei, hé, hey, man, ik trakteer je op een biertje. En ik zei tegen hem, van, ja, ik ben gestopt met drinken. En Joost keek me zo aan. Een jongen vergast is het, hè? En die zei, oh. Ik zei, ja, al zo lang. Oh, weet En blowen dan? Ik zei, nou, daar ben ik ook mee gestopt. Oh. Ik zei, ja, en om het makkelijk te maken ben ik ook gestopt met het roken van tabak. Oh, zei hij. <laughs> ik zei, ja, dan ben ik een hele saaie piet. En toen zei hij nog, van, ah, zei die, dan, dan trakteer ik je op een colaatje. Ik zei, ja, ik ben op weg naar een vriend. Maar de volgende keer, dan gaan we wat drinken met z'n tweeën. Ja, zo so biert. Dat is toch uh, niks aan de hand. Het was gezellig bij Martin en mijn, uh, mijn single-board computer die, uh, is waarschijnlijk uh, overleden op een of andere manier. Ik weet het niet hoor. Ik moet er even wat op verzinnen. Kom vanzelf. En ik ga dus ook niet meer naar de kroeg gaan. Dat maakt me helemaal geen donder uit. Het was wel leuk in de kroeg, maar het was vooral leuk in de kroeg omdat je daar dan lekker zit te suipen en te bloben. Als je dat niet doet en je zit alleen maar in die kroeg en dan kijk je naar al die koppen, dan denk je ja. Ja, ja. Niet dat het onaardige mensen zijn, maar, maar er gebeurt helemaal niks, dat is eigenlijk het punt. Iedereen zit in de kroeg te wachten tot er iets gebeurt. En er gebeurt helemaal niks. Af en toe komt er een vrouw binnen. En uh, ja. iedereen, oh, wow, een vrouw. En dan gebeurt er wat. Nou, want er komt een vrouw binnen. En Een of andere man die staat dan op en die, die gaat bij die vrouw staan. En zegt, oh, zeg, ik, ik heb jou nog niet eerder gezien hier. En even later gaat die vrouw weer weg. <laughs> En dan zitten al die mannen weer te wachten tot er iets gaat gebeuren. Ja, heeft meer gebeurd er niet hoor. Ja, een potje schaak spelen, dat is wel leuk. Misschien dat ik daarvoor weer toch een keer naar het café moet. Maar ik kan me ook lid maken van een schaakvereniging. Misschien wel verstandiger. En ook beter voor mijn schaak gebeuren. Het enige drempel is, is dat de schaakvereniging een eindje fietsen is. Dacht ik. Was te overwegen? En gisteren was mijn dochter uh, bij mij. Vorige week had ik aan de lijn en uh, dat was het een beetje uh, ik weet het niet hoor. Ik uh, word niet zo'n leuk telefoongesprek een beetje kribbig was ze. Maar afgelopen maandag belde ze of belde ja, ze, ja, sms'te van, uh, heb je woensdag tijd, dan kom ik eten. Ze zei, nou is goed. Toen heb ik er nog even gesproken en gezegd van, uh, uh, wat wil je eten, zal ik, gewoon, uh, ze oh, had weinig tijd, dat was het ja. Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. Je kunt er gelijk hangen, maar dan maak ik chili zonder vlees. Chili sin carne. Je hebt con carne, chili kon carne. Dat is met vlees. En je kan ook chili sin carne, dat is gewoon zonder vlees. Want madame is vegetariër geworden. Nou, zei dat is goed. Ik zei, haal je er van champignons? Ja, zei ze, vind ik lekker. Zo, mooi zo. Nou, paprika vindt ze lekker, dat wist ik al. Ze houdt van kerry, dat is goed, want dat moet er ook in. Vind ik dan, hè? vind ik lekker. Een hele grote bak komijn heb ik erin gedaan. En ik goed de tijd in de gaten gehouden. Ze dus. Dus kwam om half zes en dan stipt om half zes, hè? waar je de klok op gelijk zetten. Toen kwam ze binnen en dan zei ze gelijk, oh wat ruikt het lekker. Nou, ik had dat natuurlijk gepland, dat ik uh, om kwart over vijf uh, ging ik de uien in de pan doen. Uh, die gebakken uien, dat ruikt zo lekker. Hè? Als je van ui houdt natuurlijk. Uh, lekker. Als je al even, even tijd voor... Hè? En, uh, ik heb er een, een grote ui in gedaan. En vierte en een knoflook. Maar die heb ik eerst even apart gehouden. En ik heb vier verse rawietpepers. Daar moet je dan van houden. Ik vind dat lekker hè? pittig. Die rawietpepers fijn gesneden, die uien gewoon gesnipperd, niks bijzonders. En dan in de pan een fikse scheut slaolie. Je kan ook werken met aragiedeolie, maar dat is wat duurder. Hoor. En slaolie, ach, dat is eigenlijk net zo lekker. Hè? En dan klont roomboter erin, dus olie, roomboter. En dan die uien erin. Dus het is niet veganistisch, maar ja, wel vegetarisch. En dan een goede hoeveelheid curry erin. En ik gebruik dan, dan die Surinaams-Hindoestaanse curry. Die, die, die gele zakjes, geel-oranje. Die ken je wel. Heel goedkoop spul. Koop je hier weer de toko. Kost geen rol. Moet je niet te zuinig mee zijn. Niet een mespuntje of zo. Nee, ben je aan af. Nou, en dan moet eigenlijk de paprika met die uien meegebakken worden. Eventueel kan je de paprika als eerste erin doen. En dan, dan kan het vuur wat hoger. Want die uien kunnen niet zo hard op een hoog vuur. Hè? En die paprika wel. Maar ik was die paprika vergeten. Die heb ik pas op het laatste bij gedaan. Maar beginnen met paprika is een goed idee. En ik had die ui erin zitten. En nu die ui al lekker uh, goudkleurig geworden. Die. Kerry's had er lekker in getrokken. Dan die knoflook erbij. Want knoflook moet je echt niet te heet maken. Dat is niet lekker. Vuur niet te hoog. Nou toen die paprika erin was, dus eigenlijk te laat. Dan nou, begon het echt heerlijk te ruiken. En toen een, echt een behoorlijke hoeveelheid komijn erin gedaan. En dan nee, we werk ik met komijnzaad. En dan in de vijzel die komijnzaadjes butsen, kneuzeren. Dan ben je wel even aan het werken, maar het heeft meer aroma dan dat komijnpoeder. Wat al volgemalen is, want dat, dat vind ik dan niet zo bie. Doe mij die zaadjes maar. Er zat er ook al in, en lekker door. En toen kwam mijn dochter dus binnen en die zei, oh het ruikt lekker. En dan een blik van die... Oh nee, toen heb ik eerst nog die champignons erin gedaan. Gewoon een bakje champignons. Hoppakee, geen gezeik, iedereen rijk. Heel bakje champignons erin. De champignons een beetje meegebakken. Niet te heet, niet te heet. Pas op die ui en die knoflook. Terwijl die champignons lekker doortrokken van de olie en de boter en alles. En dan een, een blikje, een klein blikje met gepelde tomaten erin. En dan pruttelde, pruttelde, pruttel. De pruttel, de pruttel. En toen de bruine bonen afgegoten. In een vergiet gedaan en even afgespoeld. Want ja, dat vocht van die bruine bonen, in principe moet je daarin koken, maar dat hoeft niet per se. Afgespoeld in een vergiet en dan al die bruine bonen erbij. En dan ben je klaar. Dus de kwestie van, ja, laten pruttelen. Dat die bonen lekker warm zijn. En wat ik erbij heb gedaan was wat lekkere basmati rijst. Het is toch wel lekker, gewoon een handje rijst per persoon of zo. En ik had er geen zout in gedaan. Zodat ze. Uh, dan mocht mijn dochter dan zelf kiezen. Want ik hou nogal van wat zout. Maar, maar mijn dochter dan minder. Dus dan moet ze het zelf maar even kiezen. Nou, ja, leuk. En een lekker volwassen gesprek gehad. Over vrouwen op het werk. En een verschil tussen vrouwen en mannen. En zij zit dan nog heel erg met, ja, en, uh, uh, vrouwen worden toch met een andere maat gemeten en uh, dat is niet eerlijk. En... Ja, en ik ben van het standpunt, uh, vrouwen hebben een andere maat, dus dien je ze met een andere maat te meten. Ja. Ja. Van een man wordt wel wat anders verwacht dan van een vrouw. Punt. En dat is niet van de laatste tijd, dat is uh, zoals het is. mannen en vrouwen zijn verschillend. En de eindconclusie was, dat vond ik wel een goede, van uh, als je het dan hebt over uh, vervelend gedrag, dan is het vervelend gedrag van mannen beduidend anders dan het vervelende gedrag van vrouwen. Ik denk, mooi zo, daar hebben we daar een consensus in. Want dat vind ik eigenlijk dat is eigenlijk toch wel de kern dat als je het hebt over uh, een goed gedrag een gedrag wat iedereen tof vindt en oh wat leuk dat je dat gedaan hebt en oh we zijn zo blij met je ja dan maakt het eigenlijk niet uit of het nou gaat over een man of een vrouw het gaat er juist om als er uh, steken uh, of, uh, als iemand steken laat vallen ja. nou dat doen mannen op een andere manier dan vrouwen Nou, is het is toch leuk dat je het daarover eens kan zijn. Hè? Nou, toen hebben we lekker gegeten. Een kwebbel de kwebbel. Ja. ik had nog een klein cadeautje voor haar, namelijk een zak met snoep. <laughs> Want ze wilde geen toetje. Ze is niet zo'n toetjesmens. Dat vond ik trouwens ook leuk, hè? dat ze, ze houdt van Kerry en ik ook. Zij houdt van pittig. En ik ook. Zij houdt van knoflook. En ik ook. Nou, zoals die chili-sen-carne in elkaar zat. Ja, ik vind dat uh, heerlijk prima, lekker. En zij ook. Denk nou, hè, dan lijken we toch een beetje op elkaar. En dat vind je toch leuk, hè? Als vader dat je kind dan hè, op je lijkt. In dit geval uh, in het smaakgevoel. Ja. En toetje's, nou, dat interesseert er helemaal niet. En toen zei ik tegen haar van, ja. zij drinkt dan geen vruchtensapthee of zo. Of nou ja, alcohol, al helemaal niet bij het eten. Ze drinkt wel eens alcohol. Bleek. Zodat er toch wel een beetje relaxer in wordt. Maar dat is als het een feestje is of als ze uitgaat. Of, hè. En voor de rest drinkt ze eigenlijk alleen maar water. En toen zei ik van ja, we, we hebben helemaal niks. Behalve dan een chili sinkarna. Zal ik een zak snoep voor je kopen? Oh, zei ze. Ja, dat vind ik wel lekker. Zijn nou mooi, zo'n meid. Dus ik een zak uh, Engelse drop van de Albert Heijn uit de aanbieding. 1,50 euro. Nou, die heeft ze lekker meegenomen. Dat was het toetje. Maar nou, ik kan ze dan uitdelen. En, uh. en leuk was, ze ging naar de kroeg zo'n danstent hier in Arnhem. The Move heet dat. En die tent die ken ik al vanaf. Ja, Niet mijn jeugd, maar. Dus ik ben op mijn 18e, 19e. Ja, op mijn 19e zijn zeg maar. Ik was net 19. En toen kwam ik in Wageningen wonen. En in 86. Toen ben ik naar Arnhem verhuisd. En toen was ik 27 of zo. En toen kwam ik in de Move regelmatig. Het was de dansstand. Nou, leuk dat mijn dochter dan uh, nu nog steeds komt. Oh, ja, nu niet dat ze toen al kwam, maar uh, de move dus nog steeds in beeld is. En dat ik dan kan zeggen: ja, toen ik 27 was, toen, uh, toen kwam ik er al. Ze zeiden van, ik ga uit vanavond. Ik zeg, hé, hey, dan gaan we naar Wodka woensdag toe. Dat is dan bij de move, hè. hebben ze Wodka voor 2,50 euro. Niet zulke grote glaasjes, maar... Heb je wel voor 2,50 euro uh, vodka. Ja, ze zijn aan de move. Ze zeg, ga je dan ook Wodka drinken? Nee, zei ze, dat... Uh... Als je wodka wil drinken, dan moet je het doen als je in gaat drinken. Dan koop je een fles wodka van tevoren. Dan ga je van tevoren lopen tanken en dan ga je hè, een wodka beschonken naar buiten. Ja, sterke drank is natuurlijk relatief duur. Maar ze had die zak snoepel van mij gekregen en vlak voordat ze wegging duurde ik haar een tientje in de handen. Ik zei hier, ja, het zijn toch vier wodkaartjes. Ze zei, het maakt me niet uit of je er nou vodka voor koopt of je bewaart het en dan koop je er wat anders voor, maar je hebt een tientje. Ah vond ze wel leuk. Ach ja. We hebben geen schaak gespeeld, maar wel uh, schaakpuzzels gedaan. Ik had een aantal puzzeltjes voor haar gezocht op internet. En een filmpje gekeken van Mato Jalits. Die staat ook hieronder. Hè. Onder deze uitzending kan je dat ook vinden. Mato Jellys Zo'n kanaal op YouTube. hele aardige kerel. En dan zoek ik dan van die leuke... De leukste filmpjes van Mato Jellys zoek ik erbij. En dan er was er eentje hoor. Dat Mato Jellys zegt van... Nou, en wat gaat Michael Tal nu zetten? En al denk je hierover na... Voor de helft van de eeuwigheid... Dan geef ik je nog op een briefje dat je die set niet vindt. En wat doet Michael Tal dan? Die haalt zijn toren terug naar de plek waar die drie setten daarvoor al stond. En dat doet Michael Tal in de regel niet. Hè? Die gaat dus niet iets terugnemen wat hij al gezet heeft. Dat deed hij dus in dit geval. Hij was van plan veranderd. Die tegenstander had iets gedaan. Dat, Mato dacht van, of na, Mato, dat Michael Tal dacht van. Oh, nee, maar wacht eens even. Dan gaan we het anders doen. Dus hup, die toren terug naar huis. En dan uh, Michael Tal verder. Uh, plop, 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 plop. En toen had Michael Tal gewonnen. <laughs> Mijn dochter had hem bijna goed. Dat, uh, ze zei: Ja, hij doet niet dit. Hij doet niet dat. Dus ik denk dat hij. Ja, dat had ze bijna goed. Zeg ik tegen haar, want dat had je bijna goed. Goed hoor. En mijn planten hier in mijn woning, die gaan helemaal uh, zoals ik dat wil. Lekker groeien man. De enige die een beetje stout doet, dat is de, de koriander. Die, die is in de bloeifase of zo ges, geschoten. En. Ja, de vraag is of die bloeiachtige sprieten. of dat wel lekker is als kruid in de Huppeltje pub. Maar ja, ik laat hem maar groeien. Maar de andere planten. Nou ja, die koriander groeit ook hartstikke goed. En die bloei die erin zit. dat is natuurlijk wel leuk om naar te kijken. is dat nou? Nou, de dragon die gaat hartstikke lekker en ik heb nog een of andere sierplant, die heeft er zin in, man. Die was toch een beetje depri, net als ik. Maar die plant die staat weer heerlijk recht overeind hoor. En dan een vetplant, er zitten allemaal nieuwe loten in. En de radijs die op mijn balkon staat, dat is een regelrechte explosie. Ik zei het tegen mijn dochter, straks gaan de buren klagen. Want we kunnen niet meer naar buiten kijken vanwege de radijs van Perry. Ja, zo erg is het niet, maar bij wijze van spreken. Enorm grote bladeren hangt helemaal over die pot heen. Ja, dat, dat ding groeit zo hard, zo snel, dat ik denk: van Nou, ik ga zo dadelijk nog een rondje radijs doen. Ja, we krijgen nog. Uh, de zomer moet nog beginnen. We zitten pas in de lente. En dan krijgen we nog een nazomer. Dus, uh, oh. Kijk, dan laat ik die dingen aan mijn dochter dan zien. Hè? Want ik vertel dit natuurlijk niet voor niets. Kijk, ik schoot in die enorme depressietoestand uh, door een scheiding. En door het contact te verliezen met je enige kind wat nog in leven is. Want die tweede is vermoord. Gelukkig is die vermoord in de buik van de moeder, want anders waren er meer doden gevallen. Je gaat het mij niet flikken dat je mijn kind vermoord wat al uit de buik van de moeder is gekomen. Want dan kom ik achter je aan, jongen. Maar goed, dat zat nog in de buik van de moeder. En dan ben je een beetje, ja, numb, zeggen dan de Engelsen. En je verbluft of zo. Hè? Maar goed, dat, dat, dat levert een trauma op. En, en dan loop je het risico dat je dan het contact met je nog levende kind. Uh, dat dat ook. Uh, hè? Want wat heeft die aan een uh, gefrustreerde, dronken vader die berenstoned is? En de dagen vult met het kijken naar saaie Netflix-filmpjes. En zich daar weer vervolgens aan gaat lopen ergeren. Want dat deed ik ook nog een keer. Ik heb er ook nog uh, uitzendingen over gemaakt, die heb ik weggegooid. Hoor. Over Netflix, wat een bagger dat is. Maar het antwoord is vrij simpel. Netflix is bagger. En als je daar geen last van wil hebben, nou, dan moet je niet die 6 euro in de maand betalen. 7 euro, wat kost het? Dan moet je gewoon dat geld besparen. En dan ga je er wat anders leuks van doen. Dus op jaarbasis is het toch richting de 100 euro. Nou, dan kan je ook een nieuwe spijkerbroek van kopen. Met een paar nieuwe sokken. En... Hou je nog een tientje over voor een sorbet. Voor je kind. In plaats dat je met je dronken kop en je stoonde hersenen. Je gaat lopen erger aan de werkelijk belachelijke Netflixen. Want het is belachelijk, dat wel. Het is allemaal hetzelfde. Het zeiken over blanke mannen. En het verheerlijken van vrouwen, negers en negroïde vrouwen in het algemeen. Nou, geef mij een potje, maar een fikkie. Kijk, en daar is nu geen sprake meer van. Punt 1, dat Netflix-account, dat keek ik gratis mee. En de hoofdeigenaar, die is ermee gestopt. Dus, dus ik heb geen toegang meer. En ik ben gestopt met drinken. En blomen. Kijk, en dan moet je dat contact weer opbouwen. En um, belangrijk is dat jij als vader dat je die, in die rationaliteit blijft, hè? En die rationaliteit, die uitzicht dan in dingen doen en echt creëren. En, uh, ja, over dingen nadenken. En mijn dochter ziet dan hoe die planten hier aan het groeien zijn. En dat maakt indruk. Want de eerste keer dat ze kwam eten, dan wilde ze graag bieslook door het eten. Ik zei: Nou, is goed. En dan heb ik zo'n bieslookplantje gekocht op de markt. Wat dan verkocht wordt als kruid om uh, ja, op te knippen en op te eten. Ja, die staat ook in bloei momenteel. En gegroeid jongen. Ja, ik hoef momenteel niet meer naar de markt om Bisloop te halen. D -d 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 -d. Waarom? Dat groeit hier uh, in mijn vensterbank. Kijk, en dat ziet mijn dochter dan. Hè. Dat zijn die rationele ingrijpen, moet ik zeggen. Die bij haar uh, geregistreerd worden. Hè. En daar hoeft ze niet expliciet iets van te zeggen. Maar als zij alleen maar ziet dat het zo is. En de woning is lekker fris. En het toilet is lekker schoon. En de douche is schoon. En haar voormalige kamer is helemaal gedingeld. dan er zitten nog wat gaten in de muren. En ik zei: nou, Jammer, hè van die gaten? Ik zei: Nee, hoor, Die gaan we gewoon opvullen. En dan even eroverheen witten. En uh, klaar, hoor. En die kamer ziet er gezellig uit. Hij is een beetje kaal, maar dat betekent ook dat het opgeruimd is. Ja, er is ook helemaal niemand. Dus, ja, waarom moeten daar spulletjes staan? Maar heb ik een keer bezoek en wil er iemand blijven slapen? Nou, dat is geen enkel probleem. Het is een juweel van een kamer. Alles klopt. Dus dat de verlichting zit erin. En bedlampjes. En een bureautje. Daar kan je nog smorgens zitten. Ik zou een bed-and-breakfast daarvan uit kunnen doen. Daar heb ik geen zin in, maar het zou kunnen. Heel simpel, heel goedkoop of zo. Oh, zij is wel een gezellige kamer. Kijk, zo kweek je naar je kind toe weer een... Uh, ja, je geeft het zeg maar een, een heel positief beeld, hè. En dan over die plantjes, want uh, zij is dan nu bezig in haar woning, of haar kamer, daar in Nijmegen. Is ze ook bezig met planten. En zij heeft een heel klein uh, kamertje en dan een kennis, vriendin van haar. En die heeft dan wat meer planten. En dan heeft zij dus uh, ook wat planten. En die staan bij die vriendin op de kamer, maar dat zijn haar planten en dat zorgt ze dan voor. Ze dus is ook bezig met die planten. En toen vertelde ze dat ze in het huis waar haar moeder dan uh, nog woont, hè, daar had ze een aantal potjes met cactussen erin. Ja, zei ze tegen mij. En op een dag zie ik dat mama die cactussen water heeft gegeven. En zei ze, dat moest helemaal niet. Uh, ja, een kaktus, punt 1, ja, die moet je niet zoveel water geven, punt 1. En als je voor zoveel je het doet, moet dat met beleid. Dus zij was daar uh, ontstemd over. Wil well, jij ja, gaat toch niet zomaar mijn kaktussen water geven? Wat is dat nou? En punt 1, het zijn mijn kaktussen. Ik vraag toch niks? En punt 2, het is helemaal niet goed voor die kaktussen. Nou, ze is natuurlijk wat van gezegd tegen die moeder. En die moeder had daar een beetje... Uh, ja, uh, nou, een soort van antwoord opgegeven, waar ze dan verder over, waar mijn kind ook niks mee kon. En toen zei ik tegen haar: van, "Ja, precies." En ik kon exact hetzelfde verhaal vertellen, ja niet met cactussen, maar met die planten waar ik voor zorgde op de Spijkerstraat. Want die moeder deed helemaal niks aan planten. Ja, die deed helemaal niks, moet je eigenlijk zeggen. Die deed helemaal niks, alleen maar rode wijn drinken met Jan en alleman. En een beetje zorgen voor het huis deze niet, afwassen deze niet, stofzuigen heel ze niet van. Al die dingen, Ramelappen heel ze niet van. Ja, die was, uh, ja, was een vrouwelijke onderdrukking of zo, als je dat soort dingen doet. Dus, uh, planten verzorgen deze ook niet. Ja, dat deed ik altijd met veel plezier, want ik vind het leuk. Als ik me goed voel dan, hè, dus in die tijd dat ik zoveel sop heb, ik die planten laten vernachelen. heb ik er ook geen zin in. En toen zorgde ik dan op de Spijkerstraat. Mijn dochter was inmiddels al zeven, dus ik woonde daar al zeven jaar. Ik had zeven jaar lang gezorgd voor die planten. En die gingen goed, jongen. Dan kwam een Ficus Benjamini. Nou, geweldig. Een Ficus benjamini moet je goed in de gaten houden. Hè? Want als je die maar iets te weinig, te, iets te droog laat vallen. dan laat hij onmiddellijk zijn bladeren vallen. En dan moet je om. Ja. Een Ficus benjamini moet je heel goed in de gaten houden. En in de winter hoeft hij niet zoveel water. maar in de zomer moet je er goed aan denken ja had ik gedaan. En ik had een Sanseveria. Nou, die, hoef je in, die is wat makkelijker, omdat het een vetplant is. En ik had een Dracaena onder mijn hoede. En ik had een Poederkwast. Weer een erg leuke plant. En ik had nog een ander mafplantje. Een goeie jongen. En mensen die op bezoek kwamen, die zeiden van... Oh, nou die jongen, die planten gaat het wel goed, zeg. Oh, wat leuk. En op een dag, na zeven jaar, zit ik op een zondagmiddag op de, op de bank, met mijn laptop op schoot, lekker minding my own business. Het is zondag, lekker vrij. Zo. Komt die uh, moeder komt binnen in de woonkamer met de plantengieter. En die begint de planten water te geven. En dan zeg ik tegen die vrouw, van, hey, dat heb ik net vorige week gedaan. Dat vertelde ik ook aan mijn dochter. En die vrouw gelijk een hele grote mond aan mij, die begint te schreeuwen. Van ja, ik heb er ook zin in en ik wil ook een keer plantenwater geven. En mijn dochter zo tegen mij: van ja, zo is mama. Ja, die moet je echt in de gaten houden. Die gaat zomaar van alles doen. Vond ik zo'n opluchting hè, dat mijn dochter uh, dat inzag. Ik denk mooi zo. Want vroeger kan ik me voorstellen dan, hè, als ik dat vroeger tegen haar zo'n zo anekdote had verteld, dan had ze gezegd van ja, jij komt alleen maar met vervelende verhalen over mama. En dan was ze boos weggelopen uit mijn woonkamer om op de kamer te gaan zitten uh, iPadden met een vriendin die wel gezellig is. Nou, mijn vader zit weer eens te zeuren over mijn moeder. Terwijl nu kon ik dat vertellen. En dat zij met me inhaken en ja, je moet, er in de, je moet die vrouw in de gaten houden. Maar ze zei, well, ja, zij geeft planten, zij vraagt zich niet af of die plant wel dorst heeft. Zij denkt alleen maar, ik wil planten water geven en dat gaat ze dan doen. Ongeacht of die plant dorst heeft of niet. Omdat het als gedachte in haar hoofd opkomt en dan gaat ze dat doen. Nou, ik, ik geloof, nee, ik moet zeggen, ik hoop dat jij... Als je dit luistert, dat je je kan voorstellen dat ik daar heel erg blij mee ben met zo'n constatering van mijn dochter. Want het is de waarheid die mijn dochter dan verwoordt. Zo is die vrouw. Die heeft geen empathie. Die heeft geen inlevingsvermogen in ja, andere dingen. Oh, zelfs niet in dingen. Heb je? Bij wijze van spreken, met een computer moet je nog oppassen. Dus ook uh, met planten uh, moet je daarmee oppassen. Ja, goed. Goed, hou er goed in de gaten. Want, huh? nou, met dieren dus ook. En met mensen dus ook. Zij doet wat er in haar opkomt. En dat gaat ze dan doen. En dat een ander daar dan last van heeft, dan kan ze achteraf hooguit van zeggen van, oh, nou, dat is best vervelend voor die ander. want dat is het dan, hè? Door het woord sorry, dat... Ja, ik denk dat als je aan haar vraagt, wat is de betekenis van het woord sorry? Dat zij zegt, nou, dat is een inhoudsloos woord. Want waar heb je dat voor nodig? Als je naar haar zou vragen, wat is de inhoud van het woord schaamte? Dan kijkt ze je aan en zegt ze, nou schaamte dat is een psychische afwijking. Want waar moet je je voor schamen? Je bent toch uh, in deze wereld? Nou, uh, dus en omdat? Dus uh, schaamte, spijt, uh, spijt, uh, spijt heeft ze dan wel, dat, dat, dat wel. Dan kan ze dan behoorlijk zachtereinig over zijn. Dan heeft ze ergens voor gekozen en dan is het niet fijn of zo. Hè? Dan is ze wel zachtereinig. Dan heeft ze spijt. Maar het gaat er om iets wat haar zelf betreft. Zij zal niet zeggen tegen een ander: Oh, dat spijt me. Dat had ik niet zo bedoeld. Goed dat ik het weet. Wat fijn dat je het mij verteld hebt. Dan zal ik dat voortaan niemand doen. Dat... Dat hoef je bij die vrouw niet te verwachten. Die, die hersenverbindingen die daarvoor nodig zijn, die zijn bij haar als kind niet tot wasdom gekomen. Dus zij is opgegroeid met een wereldbeeld. waarin er sprake is van een oorlog van iedereen tegen iedereen. Als dus iedereen doet maar gewoon waar hij zin in heeft... en heeft daarmee last van iedereen die gewoon maar doet waar hij zin in heeft. De bedoeling is dat je niet teveel last hebt van een ander die doet waar hij zin in heeft... en dat je ondanks dat, het feit dat een ander doet waar hij zin in heeft... dat je zelf ook nog de ruimte weet te vinden om zelf te doen waar je precies zin in hebt. Voor haar is dat het leven. Het is dus in feite een, een, een strijd. Een uitdaging, en die moeder zei ook op een dag tegen mij: van, Ja, jij krijgt maar van alles voor elkaar. Ook dingen waarvan ik weet dat je uit van plan bent. En die probeer ik dan te dwarsbomen. En dan, 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 en, en dan krijg je het toch voor elkaar. <laughs> en dat is dan niet iets waar zij last van heeft. Nee, dan is het iets wat ik dan graag wil. Dan vertel ik dat aan haar op een onbewaakt moment. In de tijd dat ik haar nog enigszins vertrouwde, dan nam ik haar in vertrouwen en zei ik, nou wat ik mij heel erg leuk lijkt, dan ga ik binnenkort ga ik dat en dat doen. En, uh, huh? en dat betrof dan iets wat ik niet eens thuis zou gaan doen, dus waar ze echt helemaal geen last van had. En dan was ik bezig met de voorbereiding en dan probeerde ze dat te dwarsbomen, te saboteren. En dan kwam ik dan, na een tijdje, kwam ik dan heel blij uh, thuis. en dus ik, nou het is gelukt. Dus zij zei ik voor potverdorie, heb ik het allemaal voor niks lopen te warsbomen Heeft hij weer zijn zin gekregen. Ja, ik wilde gewoon wat en dat kostte verder helemaal niks. Daar ging het dan helemaal niet om. Het zijn mijn creatieve vermogens en daar heb ik ergens zin in en dan ga ik dat doen. En dan heb ik wel gaandeweg gemerkt dat zij dan zat te sputteren en moeilijk zat te doen. dat ze zei van, nou, vanavond kan het niet. En als ik dan tijd vroeg aan haar van goh, is het goed dat ik vanavond uh, na het eten de deur uit ga? Want dan ga ik uh, dat en dat doen. En dan zei ze van nee, nee, vanavond kan niet. En, uh, dat merkte ik wel hoor. Ik zei van oh, oh, oh zo niet dan? Ja, vanavond ga ik naar Annemiek of zo. Hè? Dan ging ze naar een vriendin of zo. Dat was niet dat ze het afgesproken had. Nee. Dan had ze dat tegen mij gezegd. En dan ging ik die vriendin bellen. En dan zei ze: Zal ik vanavond bij je langskomen? Want die vriendin zegt. Ja, moet het vanavond dan per se? Ja, zei ze. Want vanavond heb ik tijd. Oh, zei ze: Kom dan maar langs. Zodat ik niet weg kon. Snap je? Ja, dat soort dingen deed ze. Ja, dat is bizar. Dat is, uh... Ik wist niet wat. Ja, ik wist niet wat me overkwam. Toen ik daar dus achter kwam, dat ze zo was. Kan je weinig tegen doen hoor. En op internet uh, wordt er gezegd uh, door die uh, mannenadviesbureaus. Die hebben ook een YouTube-kanaal. En dan wordt er gezegd van ja, dan als je zo'n vrouw hebt getroffen, dan ben je als zelf als man een ongelofelijke duts geweest dat je je überhaupt hebt ingelaten met zo'n persoon. Want waarom had je dat van tevoren niet in de gaten? Want je had van tevoren al signalen gekregen namelijk dat je zo'n vrouw aan de lijn had. Of die had jou aan de lijn, moet je dan zeggen. Die had jou aan de haak geslagen. En jij hebt je aan de haak laten slaan door een vrouw die zo is. En dan zit je achteraf een beetje te zeiken, te jangeren. Nee, maar dat is je eigen stomme schuld. Je had nooit het contact met die vrouw open mogen houden. Je had het moeten zien. Dus punt één, het is je eigen schuld. Dat is dus op internet, hè. Bij die mannenhulpclubs. Uh, en die worden gerund door mannelijke therapeuten, dokteranderse toestanden, psychiatrie en zo. Maar ook door vrouwen, dokteranderse therapeuten, huppertje Pup hoor. Ja, want er, er komt aandacht voor mannen die in situaties belanden zoals ik. En punt 1, het is je eigen stomme schuld. En punt 2, wat doe je eraan? Nou, en dat devies luidt. wegwezen. Wegwezen. ook al heb je kinderen. met zo iemand. Wegwezen. Nou, toen ik erachter kwam dat die vrouw zo was. en dat ik dus zwaar in de problemen zat. toen. ja, dat was 2003. Nou, je kan je wel voorstellen dat in 2003 was het internet nog niet uh, zoals het nu is. Ja, er was al wel internet, maar... maar niet zo ontwikkeld. YouTube of zo bijvoorbeeld, was dat in 2003 nog niet hoor. En ik weet nu wel dat de eerste, toen YouTube net kwam, was de maximale lengte van een filmpje dat je erop zette. Dat was tien minuten. Dus dat kon je niet te bond maken. Dus daar kon je ook niet zoveel informatie vinden. Snap je? En achteraf denk ik van ja, als ik dat toen die info gekregen had, dan was ik dus misschien, hè, was ik toen opgestapt. Maar. Ja, zoiets heeft ook weer consequenties. En ik heb dat toen dus niet gedaan. Nou, dat heeft mij behoorlijk gekost. Maar dan terugkijkend naar gisteravond. En nou, het contact tussen mij en mijn dochter. Dan denk ik van ja. ja. ja die jaren dat ik dan bleef. Dus die. die, die en van de derde, toen ze drie was, toen had ik in de gaten, want dit, 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 dit is dus een ramp, hè. Het was daarvoor al vervelend, maar toen mijn dochter drie was, toen werd het mij duidelijk dat we praten over een onhoudbare zaken. Heb ik het nog zeven jaar volgehouden. Nou, die zeven jaar ben ik wel met dat kind omgegaan. Dus ik heb al die zwemlessen gedaan en hè, de leren rekenen en al die dingen. Dus we hebben natuurlijk wel een geschiedenis met z'n tweeën, en toen na die scheiding dan, dan kwam ze hier toch echt elke week en eens in de twee weken was ze in het weekend bij mij en was ik als het kind drie was uh, opgestapt uh, ja hoe had het dan geweest hè want you believe me dat de mannen die stonden te popelen om uh, ja om mijn rol zeg maar over te nemen van oh uh, jij gaat weg Oh, nou, dan ga ik wel seks hebben met je vrouw en de vader uithangen voor je kind. Want die vrouw die ging door voor een aantrekkelijke vrouw. Een, interessante, een aantrekkelijke en interessante vrouw. Ja, totdat je erachter komt hoe haar karakter is. Tenminste, in het geval van mij dan. Ze heeft nou sinds die moeder dus, sinds jaar en dag, een nieuwe vriend... En dat schijnt stand te houden. Dus, nou, ja. nou, mooi zo, denk ik. Ja, het interesseert mij niet. Nee, want wat zou het mij interesseren? Het enige dat mij interesseert is contact met mijn dochter. En dan ook niet eens in de zin dat ze elke week langs moet komen of dat ze mij moet onderhouden. Daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat is dat ik dat kind. Eh, vanuit de, de positie die ik nu heb, eh, voldoende noem het maar, wijsheid, algemene kennis, dat soort dingen eh, meegeef. Want ja, ik heb het eh, eeuwige leven niet. Ik ga niet morgen dood, maar ik wil ook geen 116. Ik ben 40 jaar ouder dan zij. Dus stel, ik word 80, ja, dan is zij 40 en dan heeft zij nog 40 jaar te gaan. En stel, uh, zij gaat nog twee jaar studeren, zo. Ja, en waar gaat ze dan, uh, wat wordt het dan? Voor hetzelfde geld gaat ze werken in België of in Denemarken of uh, in Heerhuro-Waard of weet ik veel wat. Ja, nu zit ze in Nijmegen aan de studie, dus ja, dat is allemaal lekker makkelijk. En ze heeft haar vriendenkring nog hier in Arnhem, dus ze komt iedere week nog in Arnhem. Vandaar dat ze makkelijk ook even bij mij langs kan komen. Maar straks is dat voorbij. Zelfs ze krijgt een baan in Zeeland. Ja, dus ik zou het leuk vinden voor haar, want in Zeeland hebben ze ook haar soort mensen nodig. En ze werkt in de ja, pedagogische hulpverlening toestand. Ja, die kan overal aan de slag. Dus het is maar de vraag in hoeverre ik nog iets voor haar kan betekenen. En trouwens, toen ik negatief was, waren mijn ouders totaal buiten beeld. Mijn vader zat weer eens in de alcoholkliniek. En ja, mijn moeder had een nieuwe man. En ja, en ik zat in Wageningen. Mijn moeder woonde nog in Groningen, dus ja, ik ging met de kerst ging ik naar mijn moeder en als ze jarig was en, nou, dat was het wel zo'n beetje. En mijn dochter is dan de afgelopen twee maanden drie keer langs geweest. Kijk, dat is toch scoren, vind ik hoor. En we hebben al half half een afspraak voor de volgende keer. Geen datum. Geen over twee weken of drie weken. Dat is helemaal niet afgesproken. Tegen haar gezegd: geef maar een belletje. En dan plannen we wat. En waarschijnlijk ga ik dan een, een curry maken met vis. Een kokoscurry met vis. Zoals ze lekker vinden. Lekker man. Met origine vind ik super lekker. Zijn dan aubergine in blokjes. En dan lekker in die kokos, melk, dinges meuk. En, en ik vind het dan lekker om een Madame chenette erin te doen. En aardappel erin om te binden. Een hmm. verse vis van de markt. Dus dan moet ze op een vrijdag komen. Nou, dat, dat moet dan niet eens per se. Want ik kan ook naar de viswinkel hier. Dan kan ik ook. Dan uh... je iets van. Kabeljauw of zo, of schelvis is ook lekker. Een beetje stevige vis. Geen koolvis, dat moet je niet doen. Maar kabeljauw kan goed. Schelvis is ook lekker. Knoflook erin. Nou, stevige peper. Citroengas. Ah, oh, dat is lekker. Eigenlijk moet er ook nog Thaise basilicum in. Maar dat mag niet meer verkocht worden. Er is een probleem mee met uh, dat kruid specifiek. Uh, waarom, snap ik ook niet. Hè. Maar het Thaise basilicum vind ik zelf erg lekker. Iets vanwege een handelsoorlog of zo. Ik zou het niet weten. Maar dan komt ze weer even langs. Hè. En dan pakken we weer een onderwerpje. We hebben het nou lekker gehad over feminisme. En uh, verschillen tussen mannen en vrouwen. En de eeuwige onderdrukking der vrouw. En, <laughs> en de volgende keer weet ik het niet. Dan gaan we het over wat anders hebben. Ik verzin wel weer wat. En dan niet dat ik haar de les lees. Daar gaat het niet om. Dat vind ik ook helemaal niet belangrijk. Ik wil weten hoe zij erover denkt. En uh, nou, zij heeft een mening en ik heb een mening en het hoeft helemaal niet dezelfde mening te zijn. Ook dat zij zei van ja, je kan wel zeuren over vrouwen, maar mannen doen ook niet alles goed. Hè? Nou, daar vind ik dat ze echt een punt heeft. Dat heeft ze goed gezegd en goed geformuleerd. Ook nog, hè, de, ze ging dus gisteravond uit. En ze zei, ja, wie komen er allemaal? En noemden ze wat namen. En dan zat er een uh, vriendje. de eerste vriendje zat er ook bij. En die twee hebben het uitgemaakt. Ze zei, oh wat leuk, die zie je nog. En dan zei ik nog tegen haar. van Ja, ik vond het echt een geweldig hoor. Die vond ik beter dan je tweede vriendje. Ze zei, maar ja. Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat, uh, hè, dat de dochter een, een vriendje kiest wat de vader bevalt. Dat snap ik ook wel. Dan moesten lachen. Ik zei, maar terugkijkend, denk, ja, dat eerste vriendje. Ook erbij gezet, hè, en dat was om die en die en die reden. Daarom vond ik dat een goede. Dus als je mij nou blij wil maken, dan kom dan thuis met een vriend, of thuis. Hè. Kom dan met een. En met iemand die daarop lijkt. Die ook dat soort eigenschappen heeft. Nou, dat nam ze dan aan. Niet dat ze het moet gaan doen. Daar gaat het mij niet om. Maar ik mag toch zeggen wat ik vind. Met mijn rationaliteit. En dan mag ik ook zeggen, woon ik dat tweede vriendje. Dat is een aardige jongen. Ik zei, ja, dat vond ik een beetje minder. En dat zat zo en zo weer in elkaar. Nou, en ik vind dat. Dus hoef verder niet op te reageren. En met dat tweede vriendje is het ook uit, by the way. En ze zei ook nog van ja, toen lag ze lekker lang uit op mijn bank. En zei: Ach, ik vind het wel lekker. Ik Geen vriendjes betekent ook geen verplichtingen. En dan kan ik lekker gaan chillen met de meiden uit mijn klas en met mijn vriendenkring, mijn vriendinnenkring. En, uh, en met die en met die. En, uh, nou, lekker lachen. En, uh, vrijheid, blijheid hoor. En als ik geen zin heb, heb ik geen zin. En als ik wel zin heb, nou, dan bel ik andere mensen op. En uh, ja, Ik haal van die vrijheid lekker in mijn leven. Denk goed zo. Dat vind ik toch ook leuk om te horen als pa. Huh? Ja toch? Nee, dat deed mij deugd met een uh... met een blij gevoel namelijk afscheid. 2,5 uur dat ding om mij heen gaat. Een heerlijke, relaxte sfeer. En de deuren lekker open. Het was hartstikke warm weer. Het geeft ook ook een lekker gevoel. Een fijne atmosfeer. Ja, toch? Nog even de douche laten zien. Ze zei: Kijk eens, die is helemaal schoon. Ze, dit noem ik schoon. Jij toch ook? Ja, zei ze: Dit is een schone douche. Ik zei: Ja, precies. <laughs> Oh ja, en ik heb bij mijn werkbank heb ik een, nieuw, uh, een, een nieuwe vinding. Ik heb een heel klein, smal uh, prikbordje gemaakt. dan allemaal punaises. En dan, ik heb van die geeltjes gehaald bij de action. Weet je wel, die blaadjes met zo'n zo plakrand. En die prik ik er dan in. Met al die klusjes die ik dan... Ik ben aan het programmeren weer. En als je gaat programmeren, dan ga je met A, ga je beginnen. En dan stuit je op B. En dan denk je, oh, ik moet eerst eigenlijk, nou, moet ik eigenlijk B doen. En dan ga je B doen. En dan denk je, oh, dan moet ik eigenlijk eerst C doen. Ja, zo gaat dat in het programmeren. Je kan bijna, ja, heel zelden is het dat je iets, je, jezelf iets voorneemt. En dat je precies dat kan gaan doen. En dan maak je dat af. En dan begin je aan je volgende ding. Meestal... Trek je aan een soort ketting van dingen. en die moeten precies in de omgekeerde volgorde gebeuren. Dus dan is het wel handig dat je allemaal van die losse briefjes hebt. en ik, ik dacht dat het is eerst. en dan heb je zo'n plakrand. en dan plak ik ze op mijn werkbank. Maar die vielen er dus af. Dus vandaar dat ze bij de, de Action verkopen ze er van die geeltjes. voor heel weinig. Nou, dat is dus omdat ze niet plakken. Ja, een beetje plakken ze, maar ze blijven niet langer dan een middag hangen. En dan liggen ze allemaal op de grond. Dus vandaar de punaise oplossing. Dan liet ik mijn dochter ook zien. Kijk, mijn nieuwe planbord. <laughs> kan mijn dochter weer iets rationeels zien. Snap je? Hé hey, Ruijzen, bedankt voor het luisteren. Misschien dat ik... Uh... Nog eentje maken over tachtig uh, dagen droog of zo. <laughs> en wie weet, er wordt best wel naar geluisterd. Dus dan ik de mensen het leuk om die, uh, om die opgewekte, opgeruimde verhalen van mij te horen. En, uh, ik heb helaas nog steeds geen baan, maar ja, dat is ook niet het grootste probleem van het universum hoor. Ik ga morgen wel weer bellen en, uh, en als ik er echt niet uitkom, dan bel ik terug naar de soos en dan denk ik, ja, wat krijgen we nou? Kom maar met uh, drie andere sollicitaties. Ga ik daar wel naar schrijven. Of ik ga een uitzendbureau bellen. Dan doe ik dat wel. We komen er wel uit. Uh, ga daar maar vanuit. I will get knocked down. But I get up again. Oh, Danny boy. Ja, natuurlijk. Dat nou weer. Ik heb toch een kind. En al had ik geen kind, had ik altijd mezelf nog. Ik ben het grootste kind van het universum. <laughs> Hey, super bedankt voor het luisteren en op zijn hamburgers. Zakir, en dag lieverds.